ik u uitnodigen om officieel het gildenterrein te openen. Allebei een schrik, denk ik. Alles in. De naam Antonius Bleek instaan. Dat is dus de naam van onze gildeaccommodatie. Antonius, de patroonheilige, de beschermheilige van onze gilde. En daarnaast Bleek, de toponiem. Een toponiem van een laaggelegen weiland, ontgonnen uit een bosrijke omgeving. Zoals we dat hiernaast kennen, dat is de Rode Bleek. Maar de Rode Bleek is vooral zo genoemd vanwege het feit dat de plantengroei een bepaalde kleur gaven, ook weer in een wild gebied. He, dus Rode Bleek, Antonius Bleek. Mag ik dan u uitnodigen, gilde gaat vooraf, om naar het gildeterrein toe te gaan. Ja. Burgemeester, beschermvrouwen, gildeheer, genodigden, gildebroeders, gildezusters, allen hartelijk welkom op deze, ik mag wel zeggen, bijzondere dag voor het gilde van Sint Antonius Abt. Een nieuw gildeterrein voor het gilde, haast onvoorstelbaar voor een gilde zoals wij uiteindelijk zijn. Maar ik kom daar straks nog wel op terug. Zoals u weet is er al eeuwenlang een bepaalde relatie geweest tussen de kerk en de gilden. Bij vele feesten binnen het kwartier, de federatie en de afzonderlijke gilden begint men vaak een feestelijke dag met een gildemis. Wij willen nu op deze dag beginnen met de inzegening van dit terrein door onze gildeheer, pastoor van de Sluis. Pastoor, mag ik u uitnodigen om een gebed te spreken en verder het gildeterrein, de gildeaccommodatie, te zegenen. Hartelijk dank voor het feit dat ik hier aanwezig mag zijn en dat ik ook een kleine bijdrage mag leveren aan deze dag en alle dagen die daarna komen, want daarvoor zijn we tenslotte hier. Dit is Brabant op zijn best, zou ik bijna zeggen, niet alleen qua weer, qua locatie, maar ook qua gelegenheid, namelijk wat onze hoofdman al aangeeft, de verbondenheid tussen het gilde en ook de kerk. En dat getuigt van iets heel wezenlijks, waarom we hier vandaag dus zijn voor deze inzegening, namelijk ons geloof in God, ons vertrouwen op God en onze verbondenheid met God. Want dat is wat we met die zegening tot uiting willen brengen. Dat ons leven uiteindelijk in zijn hand is en dat we het ook aan hem willen toevertrouwen. Dat we het aan hem vragen, dat hij ons bijstaat en helpt in alle omstandigheden van ons leven, in goede en in slechte tijden, in voor- en tegenspoed. We vragen zijn zegen en het is misschien toch goed om heel kort te herinneren dat die zegening in eerste instantie, we komen hem heel vaak tegen in de Bijbel, een dankzegging is aan God, een lofprijzing van God voor al zijn weldaden die we reeds mochten ontvangen. En we zijn hier dus vandaag in het besef dat
Ondanks alle geweldige inspanningen die hier verricht zijn, waarvoor groot hulde en waardering, het uiteindelijk toch ook een beetje van hem afhangt. Er is een psalm, psalm 127, en die begint niet voor niets met de woorden: God de woning niet zegen, bouwen de werkers te vergeefs. Dat is de gedachte die ons vandaag hier bijeenbrengt, en daarom zal ik ook met alle liefde deze accommodatie zegenen en vragen dat God er inderdaad zijn zegen aan verleent, zodat het voor u een plaats mag zijn waar u zich thuis kunt voelen, waar het goed vertoeven mag zijn en waar ook de vreugde van de samenhorigheid, de eendracht in uw midden mag zijn, in het besef dat God daar dan inderdaad bij wil zijn met zijn liefde die ons de vreugde schenkt voor dit leven en eens tot het eeuwig leven. Ik zal een kort zegeningsgebed uitspreken. Ik stel voor dat we daarna allemaal tezamen toch een Onze Vader en een Weesgegroet daaraan toevoegen. En dan zal ik met het wijwater eerst de accommodatie, het gebouw en daarna ook de schutsbomen besprenkelen en zo de zegen van God daaraan verlenen. Ik wens u uiteraard niet alleen een hele mooie dag, maar ook heel veel goeds voor het gilde. Voor degenen die ons dierbaar zijn voor daarna. Ik wens u uiteraard niet alleen een hele mooie dag, maar ook heel veel goeds voor het gilde en al degenen die ons dierbaar zijn voor daarna. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede God, de liefdevolle, de almachtige, wees hier vandaag aanwezig bij uw dienaren, in het bijzonder de dienaren van ons gilde Sint Antonius Abt, die vandaag bij de inwijding van hun accommodatie om uw zegen vragen. Laat hen ervaren dat gij hun toevlucht zijt als zij hier verblijven. Mogen zij blijvende vreugde vinden in u als begeleider, ook wanneer ze het verlaten. En mogen zij het genoegen ondervinden dat gij hun gast zijt wanneer ze hier dan weer terugkeren, totdat zij in het huis van u, onze hemelse Vader, een plaats vinden die voor ons bereid is. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dank u wel, pastoor. Dank u wel voor de inzegening van onze nieuwe gildeaccommodatie. Ik hoop dat de zegen ook zijn vruchten zal afwerken. Dank u wel. Mag ik dan nu de vaandrig uitnodigen voor het brengen van de eed van trouw voor de geestelijke en wereldlijke overheid.
u wel. Zoals u waarschijnlijk weet is het gilde van Sint Antonius Abt in 1986 heropgericht. Weer ontslapen. Wij hadden toen, bij de oprichting, hadden we niets anders dan alleen een sjerp. Verder hadden we niets, maar we hadden wel nog iets belangrijkers. En dat was namelijk een gildebroeder in ons midden die bereid was om zijn gildewij af te staan ter behoeve van ons gilde. Namelijk de Nestor van ons gilde, Janus Bressers. Ja. Janus, nogmaals, we hebben dat al vaker gedaan. Nogmaals bedankt, we zijn erg blij. We zijn erg blij dat je hier de omstandigheden waarin je verkeert bij ons bent. Hartelijk, hartelijk welkom ook de familie. Zo geleidelijk aan. Zijn er schutsbomen gekomen, een schaftkeet, een kantine van de hondenclub uit Boksel. Heel symbolisch. Maar goed, de tijd schreed voort. En onze behoefte van, zeg maar, ons gilde naar een eigen terrein groeide naarmate de tijd voortschreed. U begrijpt om privacy redenen. En in al die jaren, vanaf 1986 zeg maar, of iets later, hebben we een stuk grond gepacht dat als ruilobject moest dienen voor een eventueel definitief terrein. Ik denk aan Kasteren, aan de Rozenhofstraat, aan de Brusselse straat. Enfin, daar waren we al een heel eind mee, maar de eisen die waren toch te hoog. Totdat in 2009 ons oog viel op dit terrein. Nou, dat was een, zeg maar, een bomenkwekerij van de gemeente. Een opslagplaats van groen enzovoorts enzovoorts. Maar toen we wisten dat de bestemming van, zeg maar, een agrarische bestemming naar een recreatieve bestemming kon gaan en er vooral dus een bouwmogelijkheid bestond, zijn we toch serieus gaan denken om hier een gildeterrein van te maken. En met name door de inzet van gildebroeders en enkele vrijwilligers zijn we aan het werk gegaan en hebben dit gemaakt tot wat het nu is. Dan zou ik nu het woord willen geven aan Bernadette van Vught en Mientje van Schaik. Beste leden, we hebben in ons koffertje twee verrassingen. Want ik vind de mensen die hier zo verschrikkelijk hard gewerkt hebben, die hebben niet alleen een pluim verdiend, maar die hebben ook wel iets extra's verdiend. Het eerste verrassing, die is niet in hun programma opgenomen, want het is mijn verrassing. En mijn verrassing, dat kan iedereen al bijna een beetje invullen. Ik ben hier denk ik gemiddeld 150 keer geweest tijdens de bouw. Ik heb daar ongeveer 1500 foto's van en ik heb nu een boek met 100 bladzijden waar 500 foto's in zitten. Van het begin dat ze de vergunning kregen bij de gemeente tot de dag van vandaag. Ik mag van mezelf zeggen, ik vind hem geweldig. En dit is die dan. Ik wil hem Roger aanbieden, maar ik zou het zelf heel fijn vinden als hij als inkijkexemplaar in het hong blijft
aan vandaag in de tentoonstelling. Alsjeblieft. De tweede verrassing kwam ook een idee van mij, maar ik heb niet het idee alleen uitgewerkt. Ik heb daar een paar mensen, vrouwen voor nodig gehad. De Gilde Vrouwen, dames, zeg ik het even goed? De Gilde Dames. Want de Gilde Zusters zijn leden van het Gilde, de Gilde Broeders zijn leden en ik hoop op de dag van vandaag nog dat er een hele hoop mannen zijn die hier niet van af weten. Misschien is het wel een beetje uitgelekt, maar ik denk zeker dat we nog voor verrassingen zijn. Wij hebben ontworpen, het idee was van Yvonne, we hebben een vlag ontworpen met de kleuren van de gilde, van vroeger van Catharina, van Barbara en nu van Antonius. Dat zijn kleuren rood, blauw en groen. En in het midden, dat is een verrassing, die gaan wij ophangen en dan zie je vanzelf wat het geworden is. Ja, dames en heren, het is natuurlijk een heel bijzonder moment dat u allen hier vanmiddag aanwezig kunt zijn. Zoveel jaren moest de arbeid die hier verricht is om ervoor te zorgen dat het grasveld hier groen blinkend bij ligt, de schutsbomen er staan en de geweldige onderkomen hier is voor het gilde Sint-Antonius Abt. Ik ben ook ontzettend blij dat er zoveel mensen zijn vanmiddag die jullie willen feliciteren met het feit dat jullie zo ver gekomen zijn vandaag. Dat moet jullie heel veel doen, dat er zoveel mensen aanwezig zijn die op deze manier blijk geven van het belang datgene wat vanmiddag hier voor jullie gebeurt. Het Gilde is een gezelschap wat inmiddels al vanaf 1986 hier in Lint actief is. Actief ten opzichte van elkaar, om van elkaar te leren en van elkaar dingen door te geven. Ik denk dat dat ook altijd bij het gilde moet blijven. Tradities zijn van belang. En het gilde is een van degenen die vooral die tradities doorgeeft aan ieder van de gemeenschap. En daarom is het zo plezierig dat hier een onderkomen is waar jullie kunnen terugtrekken aan de ene kant. Maar ook van waaruit jullie de gemeenschap in kunnen trekken om ervoor te zorgen dat die tradities levend blijven. En dat hebben jullie gisteravond gedaan en dat doen jullie een aantal keren per jaar. En daar mogen jullie trots op zijn dat jullie dat doen. Dat jullie op die manier de verworvenheden van het verleden mee kunnen geven aan iedereen die daar in Lint naar oren voor heeft. En ik denk dat er zeker in deze gemeenschap velen zijn. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik wens jullie heel veel goede jaren. Ik denk dat het op zijn plaats is om ook namens de gemeente al die mensen die hier al die jaren zo hard hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, van harte te feliciteren en vooral dank te zeggen. Ik heb twee persoonlijke cadeautjes bij mij voor jullie. Eentje is Sint-Antonius Abt zelf. Ik ben ooit burgemeester geweest in de gemeente Ter Heiden. Gemeente Ter Heiden staat Sint-Antonius Abt in het gemeentewapen. En ik heb die Sint-Antonius Abt ter verbroedering voor jullie meegenomen. Daarbij voeg ik graag het boek De Deugd van Broederschap. De Deugd van Broederschap is de geschiedenis van het sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-Brabantse schuttersgilden van 1600 tot 2000. Al datgene wat in die vier eeuwen
met betrekking tot Gildes het waard was om geschreven te worden buitengewoon historisch verantwoord, is hierin beschreven. Ik bied dat ook graag aan. 1 exemplaar geef ik nu. En Peter van der Wiel, de wethouder, heeft een doosje bij zich waar nog een stapel exemplaren in zit. Dat is daar, zodat u die onder de Gildebroeders of in het Gildehuis kunt leggen. Zodat iedereen datgene wat het kapitaal van de Gildebroeders en inmiddels ook de Gildezusters is, daarvan kunnen lezen en van genieten. Ik wens jullie hier heel veel genoegen. Ook volgende week zien we elkaar weer bij het koningsschieten. En tot dan. En voor nu heel veel plezier vandaag. Vooral en geniet ervan. Burgemeester, hartelijk dank voor uw mooie woorden. En ook ik mag een cadeautje uitreiken. Ik zou u het boek over ons Gilde willen willen geven. Het Liemse Gilde, geschreven door mezelf in dit geval. Maar een boek dat gaat over 25 jaar Gilde in Diende. Onze beschermvrouwen, het bekende bloemetje. Dankjewel. Fijn dat dankjewel. Je er bent. Okay, en aan de pastoor, ik weet niet of die het mag drinken. Oké, dan zou ik nu de fanfare willen uitnodigen voor een setnaam.
toch heel kort, felicitaties. Want het krijgen van een nieuwe locatie, een nieuwe accommodatie, is voor een vereniging altijd een heel bijzonder goed. In 1986 werd u heropgericht, dat was exact het jaar dat wij als Van Varen onze intrek namen in de Serenade. En wij weten hoe groot goed het is om een eigen gelegenheid te hebben, om daarmee je eigen activiteiten gewoon op een goede manier neer te kunnen zetten. En dat we dan inmiddels een beetje in een krap jasje zitten, betekent dat er hopelijk binnenkort toch weer wat betonwagens de Oude Dijk oprijden om onze gewenste uitbreidingen te kunnen realiseren. De Serenade ligt niet meer aan het einde van de Oude Dijk, want de Oude Dijk is een beetje langer geworden. Het Gilde accommodatie ligt aan het einde van de Oude Dijk en wij zijn uw goede buur. Een betere goede buur als een verre vriend. En van daaruit wensen wij u als buurman heel veel succes op deze locatie. En wij waren er heel graag bij. Dank u wel. Zou ik willen inkleuren met een glaasje, met een hapje. En willen vragen aan onze dames of ze de prosecco willen ontkurken. Ja.